eerste wedstrijd met Subaru. In handen van Filip Bulgaski. Had een voorsprong van bijna 2 minuten op de nummer 2, Jean-Joseph Pivato. Deze Bert de Jong en Ton Heerle zijn de enige kanshebbers in het kampioenschap. En dus heeft de organisatie besloten om het kampioenschap later dit jaar te beginnen. Dat doen ze in juni met de ELE Rally. Daarna volgen 2 Duitse wedstrijden. Dan volgen Hellendoorn 8 maal en de Euregio. De vraag is, komen er kanshebbers bij? Misschien Eddy van der Hoorn of Hans Stacey? Emma Loors. De start is op de vrijdagavond. Vanaf 9 uur 's avonds is er een proloog klassementsproeven. En op zaterdag worden er 3 compacte klassementsproeven 3 maal verreden. Die finale is weer in Emmeloord op het industrieterrein. Een mooi deelnemersveld, waaronder Koen Vink met de Subaru Impreza. En natuurlijk de complete nationale top. De Van Staveren Zuiderzee Rally. Komend weekend rondom Emmeloord. De start van het nationaal kampioenschap.